Goedenavond allemaal, welkom bij het Jeugdjournaal van 5 april. We hebben vandaag een vluchtelingenprobleem in Venlo. Beste kinderen, we staan hier bij een vluchtelingenkamp in Venlo. Snel! Moeten wij daar plassen? Wat is dat? Ik wil daar niet plassen. We gaan kijken hoe het er hier aan toe gaat. Dames, hoe is het hier? Het is niet normaal. Helemaal niet normaal. We kunnen hier niet leven. Normaal leven, ja. We hebben geen eten. Er is maar één emmer als toilet. We kunnen niet slapen. Ja, we hebben nog niet normaal eten en we velen ons kapot. We zijn bijna heel klein. Ja, we hebben bijna niks te eten. Er is maar één wc. Nou, jullie horen het. De omstandigheden zijn slecht. Het is waardeloos. We willen goed opgevangen worden. Weg met de vluchtelingen! Zoekers. Ja, wat is er nou? We zijn hier gekomen omdat we gevlucht zijn. Jullie horen het. Het is een heftige situatie. Ga er nog even over discussiëren in de klas. Wow, juf. Het is toch niet normaal wat daar gebeurt? Zo heftig. Tja, het is niet makkelijk om vluchteling te zijn. Juf, wij hebben toch ook een vluchteling in de klas? Oh ja, Mohammed. Ja, dan zie je dat het nieuws ook wel dichtbij komt. Wow, dit is echt vet zielig, man. Ja! Oh my gosh. We kunnen wel eens iets doen. Dit is toch niet normaal? Stilte! Maar het is zo'n serieus onderwerp. Ja, het is allemaal niet niks. Je bro, komt allemaal goed, man. We gaan je helpen. Ja, we zouden misschien wel iets kunnen doen. Kom en geld inzamelen! Dat is mijn idee! Nee, dat is mijn idee! Hou op! Hou eens op met dat gekibbel. Ja, want jullie idee is wel heel goed. Wacht maar, ik ga het meeste geld ophalen. Dat dacht je. Ik ben niet de beste. Dat gaat nog wat worden. De twee meiden zagen het als een echte strijd en gingen in de pauze kinderen werven die samen met hun geld op zouden halen. Mohammed zag de bijl hangen. Inmiddels hadden de twee meiden ervoor gezorgd dat er echt twee groepen tegenover elkaar kwamen te staan. Wacht maar, wij zijn de best. Oh ja? Wij zijn beter. En door hun strijdlustigheid waren ze vergeten waar het nu eigenlijk echt om ging. Het helpen van vluchtelingen. De strijd was losgebarsten. Ze gingen hun best doen zoveel mogelijk geld op te halen. Helaas deden ze elkaar ook saboteren. Limonade te koop, verse limonade. Verse limonade. Het is 75 cent per bekertje. Is die vers? Ja, er zit echte suiker bij. Nou, je zou het ook zout kunnen noemen. Oh, lekker drinken. Ik heb echt dorst. Abba, wat smaakt het zout? Nou, dat was ook niet leuk. Dit vroeg om een wraakactie. Cupcakes te koop. Hé, kom kijken, hier zijn we in de Grande. Oh my god! En nu was het tijd om ze terug te pakken. Haha, de cupcakes worden dadelijk poepcakes. Zo, daar zullen ze dadelijk veel van verkopen. Cupcakes te koop, cupcakes te koop. Zo, dat ging knallen. Doe maar lekker veel, dat vinden de mensen lekker. Cupcakes te koop. Die ziet er lekker uit. Smakelijk eten. Lekker. Ja, het gaat goed, hè? Ja. Oh, ik voel me niet lekker. Mevrouw, waar is de wc? Daar. Komt het door onze cupcakes? Weet ik niet. Terwijl Mohammed stevig baalt, gaan de pesterijen gewoon door. Daar komen dadelijk kinderen geld stelen. Och, dat mag helemaal niet. Dat houdt in de gaten, dat mag echt niet. Bij de flesseninzamelactie worden de kinderen gewoon dieven genoemd. Kom
komen flessen ophalen. Mag flessen wegwezen? Dat is raar. Wegwezen! Mohammed kan het niet meer aanzien. Doen ze dit nu echt voor hem of meer voor zichzelf? De volgende dag ziet de juf dat de dames met een envelop aankomen. Zo, nou, jullie hebben je best gedaan. Ja, maar ik ben de beste. Maar ik ben better. Maar ik ben gewoon de beste. Ik ben beter. Ik ben beter. Als de school uit is, wordt een van de enveloppen weggepakt. Wij zijn de beste. 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 De strijd om wie de beste is, gaat maar door. Er komt geen einde aan. En nu allemaal stil! En ik wil niet weten wie het geld gejat heeft. Huh? Welk geld is gejat? Ik zie er nog maar één envelop en dan leggen er eerst twee. We hebben ons geld gejat! Waar gaat het nou over? Jongens, het is een beetje uit de hand gelopen. Het gaat niet om wie is de beste. Het gaat om die vluchtelingen te helpen. Ja. En stop met de ruzie. Ik wil weten wie het geld gehad heeft. Zo, dan gaan we nu kijken hoeveel jullie hebben opgehaald. En sorry dat ik het heb gestolen. Nou, voor deze keer vergeef ik jullie. Mohammed is blij om te zien dat zijn klasgenoten het hebben bijgelegd. En is benieuwd hoeveel geld er opgehaald is. Nou, jullie hebben 35 euro opgehaald. Wow, dat is best veel. Netjes. Ja, dat is echt netjes. Nou, we zijn er nog niet, maar alle beetjes helpen. Yeah!